Hallo reviewvrienden, hoe is hij daar? Hier is hij goed. Nou mooi. Leuk hè? Bedenk ik zomaar. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Ahmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Sorry. Sjoerd de Brouw, alcoholiste bier. 4 blikken Sjoerdenbra. Halve liter bier. Waarom kreeg ik dit? Omdat dit te koop is bij de Aldi. En dat is Duits bier. En alcoholisten drinken dat. Waarom drinken alcoholisten dat? Omdat het heel goedkoop is. Volgens mij 40, 50 cent of zo voor een half litertje. Ik dacht overigens dat er maar 1 was. Maar er schijnen er 4 te zijn. Dit is de Schulderbrouw gewoon bier. En wat weet ik hiervan? Ondanks dat het godvergeten goedkoop is, is het heel schoon bier. Het is namelijk gebrouwen met het Reinheitsgebot. Ja, en dat hebben die Duitsers bedacht. Dat staat namelijk ook in hun wet. Je mag alleen maar bier brouwen in Duitsland. Zolang het alleen maar met verse producten wordt gemaakt. Ja, dit is een beetje misschien een raar verhaal. Maar je hebt dus water, hop, mout en gerst. Dat zijn dus de 4 ingrediënten van bier. In Nederland flikken ze dan de gif bij. Zodat het langer houdbaar is eigenlijk. En in Duitsland is dat dus verboden. Dus Duits bier die verrot ook op een gegeven moment een stukje eerder dan het Nederlandse bier. En het Schulterbrau is dus gebrouwen in Duitsland met het Reinheitsgebot. Dus je krijgt er minder pijn van in je harses. Niet dat het die alcoholisten een fuck geeft. Die alcoholisten kopen het omdat het lekker goedkoop is. Dan kan je er lekker heel veel van drinken. 50 cent, een halve liter pils. Nou ja, prima. Wat hebben we hier? Oh, kijk. Een Schulterbrau wit bier. Ik hou dus ook van wit bier. In de zomer. In de zomer drink ik graag wit bier. Ja, dat is gewoon zo. Dit is zwaar bier. Dat is echt voor alcoholisten gemaakt. 8%. En normaal bier zit geloof ik 4,5%, toch? Even kijken. 5% zit er dan in deze. En dan is deze. Jezus, extra zwaar bier. Er zit 12% in. Dat is bijna een sterke drank, joh. Ongelooflijk. Dus dat is echt serieus voor alcoholisten. Nou, die zet ik even achteraan. Gewoon, wit, sterk, verdomme sterk. Nou. Ik zie ze al zitten hier op de bank. En ik heb natuurlijk al een paar reviews gemaakt. Ook over extra strong beer. Dat is niet te zuipen. Ik snap niet, ja. De enige reden dat ik het snap dat je het drinkt, is omdat je zo snel mogelijk dronken wil worden. En graag bierlust. Dus dan neem je bier waar je extra snel van dronken wordt. Het is helemaal niet lekker. Ik vind het echt helemaal niet lekker. Maar wie weet dat die moffen, ik bedoel de Duitsers, wel een lekker extra sterk biertje hebben gemaakt. Want ook dit moet voldoen aan het Reinheitsgebot, ja? Nou, tot zover de cursus en alle verhalen die ik wil vertellen. Gewoon bier, wit bier, sterk, nog sterker. Als ik hamburgers review, dan vreet ik ze allemaal op. Ik hou ervan. Ik ben een vreedzak. Ik geef het gewoon eerlijk toe. Als ik bier review, dat is echt waar, drink ik ze niet allemaal op. Ik flikker ze eigenlijk allemaal weg als ik klaar ben. Of het moet een heel lekker biertje zijn, dan hou ik ze. Dus dat, als jullie denken dus dat dit is afgelopen, dat ik hier met 4,5 liters op het bankje ga zitten, daar heb je het mis. Want zo is Omi al niet. Nee, ik ben niet zo'n alcoholist. Ik ben meer een soort gezelligheidsalcoholist. Ken je dat? Dat je dan in de kroeg bent of in het café of voor een verjaardag. En dat je gewoon niet kan stoppen met drinken omdat het zo gezellig is. En dan word je de volgende dag wakker en het minder gezellig. Schulterbrau. Ik hou van bier. Ik hou van pils. Dus waarom zou ik niet van Schulterbrau houden? Alleen maar omdat het stront goedkoop is. Nou, ik ga altijd voor kwaliteit, mensen. Nooit voor de kosten. Ruik naar bier. Smaakt een beetje blikkerig. Maar is gewoon een pilsner. Ja, het is gewoon een... En ik vind hem helemaal niet vies. Hij is niet zo heel zwaar van smaak. En daar hou ik een beetje van. Want ik hou niet van dat gedoe bier. Ik hou eigenlijk gewoon een lekker waterig bier. Waar je zo naar binnen kan kletteren.
liters en liters en liters. Schultebrouw, gewoon een bier, die pilsner. Is helemaal niet zo vies. Heel een beetje blikkerige smaak, maar hij niet kruidig. Het is gewoon een, ja, een heerlijke koude klets. Gewoon spaatje geel on the rocks, weet je wel. Hier water, gerstemout, hopextract. Nou. Nou. Hop, ben ik vergeten net te noemen. Een heel lul verhaal over Ruinsgebouw. Nee, vergeet ik het wel. Nee, doet niet toe. Gewoon bier. Prima doen. Schultebrouw, Aldi, vanuit gefeliciteerd. Deze is gewoon prima doen. Hoe is dit biertje? Want nu wordt het interessant. Want nu ga ik dus een hele andere kant op van Schultebrouw. Dit biertje. Ja. Nou. Het wit biertje smaakt precies zoals ik een wit biertje lekker vind. Niet te heftig, maar wel echt serieus wit bier. Dit vind ik echt een vondst hoor. Ik wil niet heel vervelend doen. Maar dit is toch gewoon heel erg lekker. Het wit bier van Schultebrouw is gewoon prima de prima. En waarom vind ik hem extra prima? Omdat je veel wit bieren hebt, en dat heb ik bijvoorbeeld bij zo'n Hoegaarden bijvoorbeeld. Die vind ik even te stevig qua smaak. En deze heeft een witbier smaak, maar niet te heftig. Ook een lekker doorslobber witbiertje. Ik begin fan te worden. Maar goed, nu gaan we dus naar de reeks waar ik niet van haal. Sterke bieren. Even een boertje. Dus dat ik deze, nou dit is de met 12%, die vind ik sowieso niet lekker. En kijken of ik die van 8% nog wel te teren vind. Ja, maar ik ga daar met open vizier en blik. Open blik! Ga ik erin. Hoe is het? Sterke bier. Ja, ook niet heel vies. Kijk, nou ja, het wordt een beetje saai. Ja, en het is niet dat ik... Kijk, het is niet dat ik dit om 5 uur 's middags opneem of zo. Hè? Het is niet dat je denkt, Jan zit gewoon lekker in de borreltijd modus. En het interesseert me helemaal geen reet. Al zetten we een fles terpentine voor zijn bakkers. Dan drinkt hij het op en dan zegt hij dat het lekker is. Nee, het is verre van borreltijd. En ik doe dit dus gewoon voor jullie. Zwaar bier vind ik gewoon niet lekker. Ik heb vorige keer alle zware bieren afgezekerd omdat het vies is. Wat denk je, Schultebrouw zwaar bier? Die is helemaal niet vies. Is nog steeds makkelijk drinkbaar. En heeft niet zo'n penetrante zware alcoholsmaak zoals die andere die ik heb geprobeerd. Ik snap hier helemaal geen reet van, jongens. Maar goed, het kanon, de atoombom der bieren, de 12% van Schultebrouwer. Schultebrouwer, hier zitten echt van die hele afgekloven zwervers met 3 tanden in hun bek. Die zitten aan dit blikje te scheuren. Ja, voor 50 cent. Ik denk als je er 4 van deze drinkt, ben je klaar ook. Ook al ben je al een zware alcoholist, leef je op straat, neem je er 4 van deze, ben je klaar. Hoef je maar 2 euro'tjes bij elkaar te betelen. Nou, kind kan er wel doen. Enfin, ik ga proeven. Ik ruik wel wat. Hoe is deze? Dit smaakt gewoon naar sterke drank. Wat deze dus niet had, is die van 12%. Die smaakt alsof er iemand een jenever erin heeft geflikkerd. Zo smaakt het. Dit smaakt niet meer naar bier. In mijn ogen komt dit in de buurt. Ja, echt van een borrel. Dus van een jenevertje. En als ik een biertje drink, dan wil ik geen jenevertje. Dan zou ik namelijk een jenevertje bestellen in plaats van een biertje. Snapt u? Ik vind dit niet lekker. Dit heeft niks met bier te maken. Nee, ik neem ook geen slok meer. Want straks benevelt het mij. En daar hou ik niet van. 4 blikken Schultebrouw van de Aldi. Dank voor de cijfertjes! En die cijfers die worden waarachtig goed. Maar ik begin natuurlijk met de verliezer. Dat is deze extra zware bier van 12%. Is niet te zuipen. Geef die lekker gewoon aan die alcoholistjes. Prima. Maar dit heeft niks meer met bier te maken. Dan krijg je van mij een 3. Ik vind gewoon geen bier meer. Er zit zo'n hoog alcoholpercentage in. Op je mond is de smaak van bier weg. Het is alleen maar de smaak van alcohol. Goor. De 8% zware bier daarentegen is helemaal niet vies. Wat deze wel heeft deze dus niet.
Inderdaad, ja, 8%. Het is natuurlijk een zwaar biertje. Alleen, hij smaakt niet zwaar. Hij smaakt gewoon prima. Ja, er zit wat meer in dan die pilsner. Meer pit zit erin. Maar hij is gewoon prima. Die krijgt van mij al een sessie, hè. De gewone Schulterbrouw is een hele goede pilsner. Ja, het is gewoon waterig zuipbier. Maar ja, waarom koop je anders een halve liter? Niet omdat je hele kleine slokjes van wil nemen. Dit is gewoon wat je naar binnen wil kieperen op een warme stranddag. En dan moet je gewoon een heel treetje meenemen. Heerlijk. Moet je alleen wel naar huis fietsen. Ja? In ieder geval, deze is prima genoeg voor een zeventje. En de absolute winnaar is de witbier. Ik wist niet dat Schulterbrouw witbier maakte. Überhaupt. Dat is ook Duits. Maar dit is, ik denk misschien wel de lekkerste witbier die ik ooit heb gedronken. De Schulterbrouw Heise Weisse. Is dat een Heise Weisse? Heffe Weissbier? Wat staat hier in godsnaam? Nou, wat maakt dat ook uit? In ieder geval, die is helemaal top. Die krijgt van mij om Jan een 8. En ik zal je wat vertellen. Deze ga ik nu niet leeg drinken, omdat daar het tijdstip niet helemaal naar is. Wat ik wel ga doen is deze kopen voor deze zomer. Er gewoon een paar blikken af een liter Schulterbrouw in mijn koelkast heb liggen. Ja, nou ja, voor slechtere tijden dan maar, hè. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot toedeloe. Dag!